met een beetje aanmoediging. Koeba, koeba, koeba. Welkom bij ZEP Sport Lab. In deze serie testen wij het ontastbare van de sport. Veel dingen in de sport zijn natuurlijk heel goed meetbaar, zoals een tijd bij hardlopen of een punt bij tennis. En dat is maar goed ook, want op die manier kan je makkelijk bepalen wie de winnaar is. Maar er zijn ook veel onderdelen die minder goed meetbaar zijn, maar toch veel invloed hebben op het resultaat. Denk aan onderschatting, vals spelen, bijgeloof en aanmoediging. En juist die onderdelen, die testen wij in ZEP Sport Lab. Aanmoediging nou echt werkt tijdens het sporten? Maar wat is nou het effect van aanmoediging op sportprestaties? Wij vroegen het op Instagram aan jullie en liefst 88% van jullie die zei beter te gaan presteren door aanmoediging. Maar is dat ook echt zo? Om daarachter te komen gingen wij langs bij oud-voetballer Nathan Rutjes om met hem te praten over zijn ervaringen. En Marije Zuurveld die trommelt een klas op, speciaal voor een test. Go Marije! Nathan. Hallo Tim. Goedemiddag. Welkom bij Sparta. Alles goed? Dankjewel. Zeker, ja, heel goed. Een van de mooiste jeugdopleidingen van Nederland. Zeker weten, ja. Hey, vertel, want wij zijn heel erg benieuwd naar wat aanmoediging nou precies met iemand doet. Als je... Voor mij was dat eigenlijk de reden waarvoor ik profvoetballer wilde worden. Oh ja? Omdat ik juist in die stadions wilde spelen met al die mensen die je dan aanmoedigen. Ja. En kan je nog herinneren de eerste keer dat jij in een voor een groot publiek speelde? Ja, dat kan ik me echt nog heel goed herinneren. Want ik maakte mijn debuut, ik kan het je zo vertellen. Okay. Ik maakte mijn debuut tegen NEC en dat was best wel een spannend momentje, toch? Uh-huh. En dan kom je voor het eerst die lijnen binnen. Ja, en dan krijg je een luid applaus en een gejuich. Ik was het helemaal kwijt. Ik dacht van, ik ga mijn debuut maken. Al die mensen. En die waren gewoon gevoelsmatig heel blij voor mij dat ik mijn debuut maakte. Het kan natuurlijk ook wel eens negatief zijn, hè? Ja. Als het niet goed gaat. Heb je daar een voorbeeld van? Is dat wel eens gebeurd? Dat je daardoor misschien slechter ging voetballen? Nou, slechter voetballen niet. Maar ja, goed, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik natuurlijk liever positief aangemoedigd word. Ja, dan dat je negatief bejegend wordt. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel een feit. Ook natuurlijk in het veld, als ik bijvoorbeeld een keer een overtreding maakte, vooral in uitwedstrijden natuurlijk. Ja, dan heb je natuurlijk het thuispubliek van de tegenstander die allemaal tegen Rutjes. Die allemaal tegen Rutjes zijn in dat opzicht, ja. Ik ben vandaag op basisschool De Koekoek om te testen of aanmoediging nou echt werkt tijdens het sporten. Hier zit de klas en ik ga de eerste testpersoon eruit halen. Dus kom mee. Is dit groep 6? Ja! Top! Oké, ik ben op zoek naar Cooper. Kom met me mee, Cooper. Doei! Kom, Cooper. Gaan we naar beneden? Ja. Zo, Cooper. Welkom in ons ZEP Sport Lab. We gaan eventjes naast jouw opdracht staan. Want we gaan namelijk planken. Dit is je mat. Ga maar klaarstaan, of klaar liggen eigenlijk. En dan ga ik aftellen en mag je beginnen. 3, 2, 1, go! Cooper is een van onze 4 testpersonen die allemaal een eigen sportonderdeel doen. Wat zij niet weten is dat we deze test straks nog een keer gaan doen met aanmoediging van de hele klas. Kijken of het echt verschil maakt. Oh! Je hebt maar liefst 1 minuut en 19 seconden gebleven. Ik ga je even terugbrengen naar de klas. Ja? Ja, kom. Zo Jula, we zijn in het ZEP Sport Lab. En jij gaat vandaag de tweede test doen en dat is namelijk ringhangen. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, let's do it. Yes. Oké, ik zal je even stil hangen. Nou, daar gaan we jongens. Lalalala. Ga je een liedje zingen? Nee. Gaat het een beetje goed? Je wordt op een gegeven moment wel een beetje zwaar hoor. Ja. Wel een beetje zwaar? Okay. Ja. Ja, nou, dat is wel een beetje zwaar. Oeh. Hey, lekker gedaan hoor. Jij hebt in de ringen gehangen. 49 seconden. Hey, goed gedaan. We gaan de volgende halen. Ja. Kom. Zo zien. 2 palen met nog een paal ertussen. We gaan namelijk kijken hoe vaak jij hier overheen kan springen. En als je niet meer kan, dan stopt de tijd. Oké. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31. 31! Ik vind dat je het supergoed hebt gedaan. Ik ga de volgende uit de klas halen voor de laatste test. Dus ga je mee? Ja. Kom. Ben je een beetje sterk? Ja. Oké.
Ga je spierballen laten zien? Oké, ik ga zo meteen hierop zitten. En aan jou de taak om mij zo snel mogelijk van deze lijn tot aan de finishlijn te trekken. Ja. En als jij mij over de lijn rijdt, dan gaat de timer in. 3, 2, 1, go! Woe! Gaat het goed? Ja. We zijn er bijna. Stop de tijd! Ja, stop de tijd! Ik ga je vertellen hoe lang je erover hebt gedaan. Namelijk 9 seconden en 36 honderdste. Yay! Yay, lekker bezig! Yes. Nou, dit was je test. Ja. We gaan er vandoor. Kom. Ja. Woe! Looper. Het tussendoortje. Hier testen we met 1-eiige tweelingen welke invloed gezonde en ongezonde voeding op je sportprestaties heeft. Jula en Hanna mogen dan wel in hetzelfde hockeyteam zitten, maar als het op voetbal aankomt zijn ze zeker niet voor hetzelfde team. Hanna is fanatiek FC Groningen supporter en Jula sport Ajax. Welkom bij het tussendoortje. Vandaag pasta versus pizza. Pizza is niet heel lekker. Is het dingen ook lekker, Jula? Ja, dan denk ik dat het niet zo. We gaan planken. 3, 2, 1, go! Zwaar? Nee. Oké, meiden, we gaan van bord naar bord en dat doen we 5 keer. 3, 2, jij had 2 punten en jij had 1 punt. Ja. Dus vandaag heeft de gezonde voedingvariant gewonnen. Heb je eigenlijk last gehad van die pizza tijdens het sporten? Ik voelde een beetje in mijn buik. En jij? Had jij voldoende energie? Ja. Yeah! En applaus voor haar. De volgende keer hebben we een nieuw tussendoortje met een nieuwe maaltijd en nieuwe tweeling. Moet aanmoediging altijd van iemand anders komen of kan het ook uit jezelf komen? Dit vind ik een hele sterke vraag, want ik deed het ook vaak zelf. Ik weet nog goed, dan ga ik weer even terug naar mijn debuut. Stond ik in de catacombe. En ja, dan heb je best wel wat spanning, weet je. En dan denk je bij jezelf van, ja goed, het zou zomaar eens vandaag kunnen gebeuren. Als ik even terug ga dan de eerste keer in de basis dan, hè? Dat was tegen Twente. Ja, dat ik geen goede wedstrijd speel. Maar toen stond ik dus in de catacombe en toen dacht ik bij mezelf, Nathan, niemand gaat dit jou meer afpakken. Als je nu een slechte wedstrijd speelt, is niet erg. Je hebt een 1-18 naam. En al speel je nu nooit meer, ik kan zeggen, ik heb betaald voetbal gespeeld. En ik speel een goede wedstrijd. Maar ook in wedstrijden zelf. Hè. Dus als ik bijvoorbeeld 2-3 keer geen goede bal heb gespeeld, dan zeg ik van gewoon weer die bal vragen. Nou, gewoon weer die bal vragen. Gaat het 5 keer mis, is niet erg, want ze hebben je op die manier nodig. Maar aanmoediging voor jou kan dus ook vanuit jezelf komen? Absoluut. Ja, ik denk misschien dat dat nog wel de beste aanmoediging is. Ja, bij Zepsport Lab hebben we ook steeds een quizvraag. En dat gaat dit keer natuurlijk over aanmoediging. Nathan, wat is de vraag? De vraag is als volgt. Hoe groot is het grootste spandoek van de wereld? En als je het antwoord weet, stuur hem zeker op, hè. En dan maak je kans op deze prachtige Zepsport goodiebag. Cooper, ben je er klaar voor? Ik hoop het. Je hebt geen idee wat we gaan doen, hè? Nee. Nou, jij hebt natuurlijk de test gedaan net. Wat heb je ook weer gedaan? Planken. En loop maar even mee, want we gaan vandaag precies hetzelfde doen. Oké. Maar dan met... aanmoediging! Wat een lawaai! Oké. Cooper, wat vind je ervan? Had ik niet verwacht. Had je niet verwacht? Nee. Denk je dat je het beter gaat doen? Als ik mijn schoenen en sokken uit doe wel. Nee, maar dat mag niet. Oh nee, maar gelijk weer weg. Dat is vals spelen.
Okay. Maar we gaan het nog een keer doen. Ben je er klaar voor? Ik hoop het. Oké, okay, nou. En dan gaan we met z'n allen aftellen, oké? Okay? 3, 2, 1, go! Kom op, kom op! En aanmoedigen! Koeba, koeba, koeba! Nog een keer, nog iets langer! Cooper, jij deed er over 1 minuut 51! Yeah! Hoe ging het met het aanmoedigen? Ik denk dat het heeft wel geholpen, want ik was in je eentje gewoon eenzaam staan. En nu denk je, nu ben je alleen maar bezig met iedereen, die zo... zegt Cooper! Maar het is wel gelukt dus. Ja. Ik ben heel trots op je. Nog een stukje? Ja, we gaan nog verder. Jula? Ja, verder. We gaan weer aan de ringen hangen. Hè? Maar we gaan het anders doen. Want je wordt nu namelijk... aangemoedigd! Ah! Ah! Wat? Wat? Had u dat verwacht? Nee! Nee? Denk je dat je het nu beter gaat doen? Ja, misschien. Ja, misschien wel. Ja. We gaan het testen. 3! Ja, houd nog wel even vol, hè? Wat? Hou je het vol? Ja! Wordt het al zwaarder? Wat? Wordt het al zwaarder? Ja! Ja! Woe, applaus! Jula, jij hebt maar liefst 1 minuut en 12 seconden gehangen! Ik had eerst 47 seconden volgens mij. 49 seconden. Oké, en dan nu is het 1 minuut 12. Maar heeft het dus geholpen dat mensen gingen aanmoedigen? Denk het wel. Je denkt het wel. Was het ook leuk of werd je helemaal gek? Ik vond het leuk. Ik vond het superleuk. Ik ben heel trots op je. We gaan kijken naar de derde testpersoon. Nou, je hebt natuurlijk net de test gedaan en je ging over een balk heen springen. En dat heb je 31 keer gedaan. Ja. En we gaan dat nu nog een keer doen, maar we gaan kijken of je dat beter kan doen. Met een beetje aanmoediging! Ja. Schok je? Ja! Oké. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, gaan we aftellen. 3, 2, 1. 42. Ja. Ja, dat betekent dus dat je het beter hebt gedaan. Ja. Daar mag ik een applaus voor. Yeah. Denk je dat het beter ging omdat je aangemoedigd werd? Ja. Heeft het wel geholpen? Ja. Ja, dan is de test dus goed gelukt. Ik zou zeggen, we gaan de allerlaatste erbij halen, want die weet ook nog van niks. Nee. Dus ik ben zo terug. Allemaal stil zijn, hè jongens? Allemaal heel stil zijn. Brent, je hebt net natuurlijk de kar getrokken met mij erop. En we gaan nu kijken of je dat nog sneller kan doen. Maar dan met een beetje aanmoediging! Schrik je? Ja! Zullen we het gaan uitproberen? Ja, ja. 3, 2, 1, go! En go, 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 go! Go, 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 go! Wow! We zijn er! Wow! Oké, dat ging heel snel. Ging het beter, denk je? Ja, denk het wel. Je denkt het wel. Ik denk dat ik gewoon ga zeggen hoe lang je erover gedaan hebt. Ja. Namelijk... 6 seconden! Ja! Ja! Goed gedaan, high five, man! Lekker bezig! Nee, jongens, dat betekent dus dat je met een beetje aanmoediging waarschijnlijk wel beter presteert tijdens sporten. Ja! Nu ben ik dood. Ja. Ja, de conclusie is duidelijk. Aanmoedigen helpt bij sportprestaties. En of het nou gaat om duizenden supporters in een stadion of gewoon een paar vrienden die je aanmoedigen, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar onthoud goed, de belangrijkste aanmoediging die komt vanuit jezelf.
Vind je ZapSportLab nou helemaal te gek? Laat alsjeblieft even een duimpje achter. En je kan ook laten weten wat je ervan vindt hieronder in de comments. Wil je deze serie blijven volgen? Abonneer je dan op het ZapKanaal. En dan hoor je volgende week wat het bijgeloof is van Lieke Wevers. Hey jij daar! Check snel de volgende video en vergeet niet te abonneren. Check je later!